Hi you guys, Shamelda Dielinger hier en welkom bij mijn aflevering in Q22. Hey Shamelda, hoe gaat het? Hi, en hoe gaat het goed en hopelijk met jullie ook. Het gaat hoor. Waar bevinden we ons nu? In de studio. Oh, wat te doen? Om hitjes te maken. In de studio maken we hitjes. Leuk! Wat is je grootste uitdaging in de muziekwereld? Mijn grootste uitdaging in de muziekwereld is ten alle tijden jezelf blijven. Maakt niet uit wat er gebeurt. Wat inspireert jou op dit moment in het leven? Mijn muziek. Muziek inspireert mij, niet alleen mijn muziek. Is gewoon allround. Dat inspireert mij om te zijn wie ik wil zijn. En om natuurlijk verder te gaan met hetgeen ik doe. Een stelling. Drop je eerder een single of een album? En waarom? To be honest, liever een album, omdat je dan gelijk een aantal nummers hebt uitgebracht. En ja, daarom. Mijn volgende vraag is, wie is jouw favoriete performer in Suriname en internationaal? Mijn favoriete performer in Suriname is Psycho. En internationaal, Chris Brown, te alle tijden. Wat heb je recentelijk gekookt? Antroa. Met? Gerookte kip en zoutvlees. En ook nog sausages erin. Lekker! Ja. Favoriete Disney prinses of villain? Jeetje, hoe heet ze alweer? Kiara hoor, van Lion King. Oh. Ja. Ja, Lion King is mijn favoriete film. Dus ik moet mijn prinses daaruit halen. Ja. Wat is een talent dat je graag zou willen hebben? Voetballen. Wauw. Ja. Dat is nieuw. Stelling. Heb je eerder kreekwater of rivierwater? Rivierwater. Oké, dus kijk hier. Moet je zeg maar minder autotune zetten. Je hebt echt mooie ogen. Bedankt. Zo lief. Ja, dus daar wil ik gewoon een beetje minder autotune. Dan kan je verder gaan. Ja. Als je terugdenkt, wat zou je op 15-jarige leeftijd anders hebben gedaan? Minder mensen vertrouwen. Oké. Denken dat ze even real zijn als mij. Oké. Wat zouden mensen moeten weten over jou? Dat ik van koken hou. Want veel mensen zeggen, weet je wel te koken? Ja, ik kan en het is echt lekker. Everybody's so creative. Wat is je favoriete moment van de dag? Wanneer ik ga slapen. Oké. Wat is het beste compliment dat je ooit hebt gekregen? Dat Kenny Wiek fan van me is. Dat ervaar ik als het beste compliment. Het is? Ja. Stelling, een portie patat of salade? Patat. Wat is je favoriete ding in de wereld? Ding. Muziek. Oké. Always. Wat is je favoriete lichaamsdeel? Mijn lippen. Zie je dat? Mijn lippen, ja. Heb je een zwakte? Ja. En wat is dat? Mijn familie. Oh. Dat is mijn zwakte, ja. Ga je eerder voor looks of brains? A little bit of both. Dat mag niet, nog? Nee, weet wel. Dat ook wel ook wat. Dat mag. Ja. Welke van je eigen optredens vond je het leukst? In Mungo. Was ik denk 2015 of zo. Ja. Oké. Als je in een slecht humeur bent, wil je liever alleen gelaten worden of heb je iemand nodig om je op te vrolijken? Solo. Ik wil liever alleen gelaten worden. Wat is je lievelingskleur? Blauw. Hoor je niet vaak? Ja, I like blue. Wat wil je bereiken voor je 50ste? Sowieso genoeg mensen inspireren door middel van mijn muziek, door middel van mijn praten. Dat is gewoon mijn nummer 1 doel en natuurlijk ook gewoon een goed mens blijven. Guys, ik moet echt even opnemen, dus ik zie jullie zo, ja? Als je een dag zou kunnen ruilen met één persoon, wie zou dat dan zijn?
mijn moeder, omdat ik wil weten hoe ze zich voelt om mijn moeder te zijn en hoe het natuurlijk is. Because I'm not an easy person. Let's start there. Als je morgen je biografie zou schrijven, wat zou de titel zijn? Shamelda with mixed personalities. Stelling, heb je eerder sneakers of slippers? Slippers. Guys, ik moet echt doorgaan met mijn studio sessie, dus ik zie jullie zo. Mag ik een laatste vraag stellen? Oké, let's go. Wat is je levensspreuk? Wees altijd jezelf en don't forget. Be kind to everyone, want dat is wat de wereld nodig heeft. Bye bye! This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.